Geen spelfouten natuurlijk. Een foto met een Snapchat-filter erop. Dus dat iemand zich voorstelt als in met konijnenoortjes in een foto. Dat is niet zo heel handig om te doen. Veel te veel tekst. Te lange omschrijvingen. We zien vaak bij starters nog wel terugkomen dat zij hun e-mailadres nog niet hebben aangepast aan hun sollicitatiemodus. Dus dan staat er nog Playgirl XXL, zeg maar. Dat je denkt, misschien goed om dat te veranderen. Bijvoorbeeld een korte profielschets of zo vind ik altijd heel chill. Eerst eventjes een aantal zinnen een voorproefje geeft, zeg maar, als een soort van teaser van een film. Dus dat je echt even leest en dat je dan bij jezelf denkt van oké, waar gaat dit naartoe? Gewoon een heel klein stukje over jezelf. Wie ben jij dat je jezelf in één keer neerzet? Ja. Kijk naar de kleuren van de organisatie. Kijk of je dat kan verwerken in je cv. Ja, maak hem ook echt persoonlijk. Dus laat echt zien wie jij bent. Ja. Dus dat je echt ziet dat iemand die moeite gedaan heeft om echte dingen die relevant zijn, om die in de schijnwerpers te zetten. Dat cv zegt zoveel over jou. Neem daar nou echt even de tijd voor. En vraag je familie, vrienden, huisgenoten om te zeggen van, joh, wil je mijn cv eens bekijken? Ja. En als je zo'n cv dan geeft, kijk dan heel goed naar de reactie of de gezichtsuitdrukkingen van die persoon. Ik heb wel één keer een cv gezien die echt zijn hele cv had als een soort van krantje. Dus met een voorblad, met een, als je hem opensloeg was het echt een soort van krantenknipsel. En ik had een keer een cv op een PowerPoint met een video. Wat ik bijvoorbeeld wel eens voorbij heb zien komen is een video-cv. Ja, dat is gewoon iets dat blijft hangen. Ja, ja, dat zijn wel manieren om ervoor te zorgen dat jouw cv eruit springt. Ja. Ik zet op mijn cv, dubbele punt, dat ik een marathon heb gerend. Ja. 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 Ja, waarom? Ja, mooie prestatie. Mag je trots op zijn. Daar zijn we ook in geïnteresseerd. Dat ik een eigen blog heb. Ja. 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 Het laat ook zien dat je jezelf al wil laten zien. En dat je leuke stukken kan schrijven. Dat ik vrijwilligerswerk heb gedaan. Ja. 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 Wat je precies hebt gedaan en misschien ook je beweegreden. Dat zie je eigenlijk inderdaad, nooit. Ja. Dat is ook wel een goede, denk ik. Je beweegreden, waarom doe je dat? Een foto van mezelf. Ja. Ja. De klant wil ook altijd een foto zien. Je wilt toch weten wie je voor gaat krijgen. Het komt veel persoonlijker over. Je hebt veel meer meteen een connectie met het cv. Zet ik een link naar mijn Facebookpagina op mijn cv? Nee. 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 Ik zou eerder denken, leid een recruiter naar je LinkedIn-pagina. Je LinkedIn-pagina is echt een goed platform, professioneel. Facebook is toch voor je privéleven. Ik zou sowieso ook proberen om je Facebook zo privé mogelijk te houden. Iedereen heeft wel eens een facefoto erop en het is niet interessant voor een recruiter om dat te zien. Het kan zelfs tegen je werken, dus hou dat zoveel mogelijk gescheiden.